Als ik Amsterdam binnenloop, zie ik het meteen. Het Victoria Hotel. Mensen lopen er makkelijk langs, maar ik niet. Stiekem is zijn gevel om twee oude huisjes heen gebouwd. Een hap uit het gezicht van het imposante hotel. De huisjes holden duidelijk niet bij het hotel. En toch staan ze er. Het is een geheim dat lang onopgemerkt is gebleven. Je ziet dat de huisjes ouder zijn dan het hotel. Dat imposante gebouw waar ze er wel meer van bouwden aan het einde van de 19e eeuw. Die moesten Amsterdam weer allure geven na een lange periode van verval. Het Centraal Station hoorde daar ook bij. Nieuwe rijke toeristen konden zo de stad bereiken. En die moesten natuurlijk op stand kunnen overnachten. Een 500.000 gulden kreeg architect Henk en Haf om het Victoria Hotel te bouwen. Dit was in 1883 en het bedrag kon onbeperkt worden verhoogd. Alle huizen op de hoek van het Damrak en de Prins Hendrikade werden gekocht. Behalve die van kleermaker Karstens en kroegbaas Verburgt. Ze sloegen zelfs een bod van bijna 50.000 gulden af. Dus besloot het hotel maar om de huisjes heen te bouwen. Het zijn dus hun huisjes die daar nu nog steeds staan. Het lijkt een verhaal van twee heldhaftige winkeliers die niet zwichten voor grootse bouwplannen. Maar er mist iets. Als het budget van Henk en Haf bijna onbeperkt was, waarom kon hij die twee mannen dan niet uitkopen? Meneer Rozenboom? Ik ben op zoek naar het echte verhaal over de twee kleine huisjes bij het Victoria Hotel. Kunt u mij hier ontmoeten? Ik denk dat dat een kwestie van trots is geworden uiteindelijk. Het hotel heeft die andere huisjes, om allemaal van die oude huisjes natuurlijk. Moesten allemaal tegen de grond om plaats te maken voor dit hotel. Die andere huisjes die zijn allemaal wel gekocht door het hotel. Het hotel bood daar prima prijs voor. Mm-hmm. En aan die man van dat huisje dat is blijven staan en dat nou is ingebouwd in de gevel, is ook een prima bedrag geboden. Alleen deze man, die begreep heel goed hoe die in de weg zat en over wat voor geldmiddelen die hotelonderneming beschikte, die dacht, ik neem niet genoegen met een goede prijs. Ik wil gewoon een krankzinnige prijs. Ik denk dat het hotel op een gegeven moment dacht van, nou ja, we bieden een prima prijs, de anderen hebben het geaccepteerd. We willen nog wel een beetje meer betalen, maar wat deze man vraagt. Ja, de mensen wonden zich wel op in de krant over hoe het hier dan uiteindelijk ging. En verweten die man die dus niet wilde verkopen, koppigheid en geldzucht. En. Dus eigenlijk is het helemaal geen helder verhaal over de kleine man die opstaat tegen de kapitalist, maar een verhaal over een geldwolf en een trotse hoteleigenaar. Toch? Thomas? Thomas?